In deze video gaan we kijken naar de dakdragers van Mont Blanc. En Mont Blanc heeft een uitgebreide range dakdragers die geschikt zijn voor auto's met een fixed point. Dat wil zeggen de vaste bevestigingspunten op het dak. Maar ook voor auto's met een glad dak. En daar komt dus een voet op het dak te staan. En een klem in de deuropening zorgt voor het opspannen en het vastzetten van de dakdrager. De dakdragers van Mont Blanc zijn modulair opgebouwd. We hebben verschillende stangen waaruit we kunnen kiezen. En we kiezen natuurlijk de juiste voetzet die behoort bij de auto waar de dakdrager dan opgemonteerd moet worden. Eerst even de stangen. We hebben twee mogelijkheden zoals gezegd. Als standaard wordt de dakdrager geleverd met stalen stangen. Dat wil zeggen een stang van staal en kunststof zwart omhuld. Die heeft een afmeting van 33 mm breed, 22 mm hoog. U kunt ook kiezen voor de aluminium dakdrager. Die is 49 mm breed en 28 mm hoog. En heeft ook weer de rubberen strip aan de bovenzijde. En daaronder zit dan ook weer de zogenaamde T-gleuf. En in die T-gleuf kunt u dan uw dakkoffer of fietsendrager met behulp van een T-adapter vastzetten. Nou, zoals gezegd, algemene kenmerken van deze dakdragers is dat ze natuurlijk allemaal TÜV gekeurd zijn. Ze voldoen aan de City Crash Test. Ze zijn allemaal uitgevoerd met een slot. De maximale draaglast van deze dakdragers is afhankelijk van de auto waar die op komt. Dus de maximale daklast van de auto bepaalt uiteindelijk de maximaal laadvermogen van de dakdrager. Garantie van dit systeem is 5 jaar, dus ook daarmee zit u helemaal veilig. Ik stel voor dat we nu eens even de verschillende voetsets gaan bekijken. Laten we eerst eens kijken naar een voetenset die geschikt is voor een auto met glad dak. Nou, voor welke auto's de kitset geschikt is, staat altijd voor op de doos. En als we de doos eens openmaken, kunnen we eens even kijken wat er allemaal in zit en hoe deze dakdrager dan ook functioneert. Een paar schroefjes om de klemmen vast te zetten. Vier voeten ten eerste. Die zijn compleet voorgemonteerd in de doos. We hebben dan de kapjes die straks over de voeten heen komen en netjes afsluiten. Voorzien van slot, zoals al eerder gezegd. Even hier neer. De gebruiksaanwijzing, de montageinstructies en een montagesleutel. Nou, als we dan eens even inzoomen op die voetset, specifiek voor een auto met een glad dak. Die voetensets bestaan altijd uit een rubberen gedeelte. Dat rubberen gedeelte leunt straks op de auto, zorgt ervoor dat de auto dus niet beschadigd wordt. Vervolgens zit er een op maat gemaakte klem, want deze afmeting is bij elke auto weer anders, vandaar ook die specifieke pasvorm. Die klem die is in staal uitgevoerd, die heeft een rubberen coating op het einde. Dat zorgt ervoor dat de auto dus ook niet beschadigd wordt op het moment dat de dakdrager op de auto gemonteerd is. Nou, het is altijd goed om de gebruiksaanwijzing natuurlijk goed door te lezen. Een heel aantal van deze sets die hebben verschillende klemmen voor en voor achter. Dus het is belangrijk om de goede code en de goede klem op de juiste plek aan de dakdragers te monteren, zodat ook die op de juiste plek op de auto komt. Als die klemmen dan aan de stangen gemonteerd zijn en de dakdrager staat op de auto, is het natuurlijk mogelijk om de afdekkappen te monteren. Zoals al gezegd, deze afdekkappen kunnen over de voet heen geschoven worden en die zijn dus ook afsluitbaar, dus dat na montage de complete set ook niet van de auto afgestolen kan worden. Kortom, een nette afwerking, goede pasvorm en met name ook maximale bescherming voor uw auto als we het hebben over de Mont Blanc set voor de auto's met een glad dak. En dan gaan we nu eens kijken naar een kitset van Mont Blanc die geschikt is voor auto's met fixed point, dus de vaste bevestigingspunten boven in het dak. Nou, ook hiervoor geldt weer dat de auto's waar deze kit op toepasbaar is vermeld staan op de doos, inclusief maximale laadvermogen. In de doos bevinden zich dan de volgende componenten die openmaken. Ten eerste natuurlijk de vier voeten. Zo, met rubbers er al aan vast. Een zakje met montagematerialen. We hebben het natuurlijk over fixed points, dus de dakdrager wordt echt in het dak geschroefd. De inbussleutel voor de montage. Zoals gezegd, de dakdragers zijn volledig afsluitbaar. Er zitten vier binnenkapjes bij en vier keer een buitenkapje met een slot. Niet te vergeten natuurlijk ook nog de gebruiksaanwijzing. Je moet ook weten hoe en wat de set gemonteerd moet worden. Deze voeten, zoals gezegd, komen dus op het dak te staan. De voeten worden uiteindelijk in de stang geschoven, komen op het dak te staan en worden dan met de verschillende bouten en moeren die erbij zitten. Die zijn dus per auto weer verschillend en dat wordt dus heel duidelijk weer genoemd in de gebruiksaanwijzing. Wordt dus deze dakdrager door de opening hier aan het dak vastgeschroefd.
Nou, op het moment dat dus die voeten op het dak staan en aan het dak vastgeschroefd zijn, is het dus ook hier weer mogelijk om met de afdekkappen het geheel af te sluiten. Die komen er zo overheen. Door middel van de sleutel is het hele kapje afsluitbaar. Ja, en zorgt ervoor dat dus ook de dakdrager niet van het dak afgestolen kan worden.